Met Easy Park Assist krijgt parkeren een hele andere dimensie. Dit systeem kan zelf een geschikte vrije ruimte vinden tussen twee voertuigen en uw nieuwe Renault Captur vervolgens volledig automatisch in- en uitparkeren. Om in te parkeren hoeft u het systeem alleen te activeren met de knop P en de instructies op het scherm te volgen. De snelheid mag niet hoger zijn dan 30 km per uur. Geef richting naar de kant waar u wilt gaan parkeren. Het systeem zoekt een parkeerplek met behulp van de sensoren in de voor- en achterbumpers, zelfs als het systeem niet is ingeschakeld. Hierdoor kunt u ook nog heel laat op de activeringsknop drukken. Als u een plekje ziet aan de andere kant van de weg, geeft u richting naar die kant aan en het systeem zoekt dan automatisch daar. U kunt kiezen uit drie soorten inparkeren: file, vak of schuin. Deze handelingen zijn alleen beschikbaar wanneer Easy Park Assist andere voertuigen detecteert. Deze functie kan dus niet worden gebruikt op een lege parkeerplaats en detecteert geen wegmarkeringen. Als er een ruimte is gevonden, wordt dit op het multifunctionele scherm aangegeven met de letter P. Rij langzaam door totdat het bericht stop wordt weergegeven en u een geluidssignaal hoort. Het inparkeren kan beginnen. Stop de auto en zet deze in zijn achteruit. Het lampje met een stuurwiel en een P gaat branden op het instrumentenpaneel en u hoort een geluidssignaal. Laat nu het stuur los en volg de instructies op het scherm. U hoeft alleen de versnellingshendel en de pedalen te bedienen. Het inparkeren van de auto vindt vervolgens plaats via het uitvoeren van enkele manoeuvres in de vooruitversnelling en achteruitversnelling. De snelheid mag niet hoger zijn dan 7 km per uur. Het systeem zorgt voor de bewegingen van het stuur. Wanneer het fileparkeren is voltooid, gaat het lampje uit en hoort u een geluidssignaal. Makkelijker kunnen we het niet maken. Als uw auto is uitgerust met deze functie, worden het beeld van de achteruitrijcamera en het 360 graden beeld weergegeven in EasyLink tijdens de manoeuvre. Het uitparkeren is net zo makkelijk. Druk op de schakelaar, selecteer de juiste tekening op het scherm en geef richting aan naar de kant waar u de parkeerplek wilt verlaten. Druk vervolgens langer, ongeveer 2 seconden, op de schakelaar. Het waarschuwingslampje P gaat branden op het instrumentenpaneel en u hoort een geluidssignaal. Zonder aan het stuur te komen, voert u de aangegeven manoeuvres uit in de vooruitversnelling en de achteruitversnelling met behulp van de versnellingshendel en de pedalen. Als de auto in de positie staat om de parkeerplek te verlaten, geeft het systeem dit aan door het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel uit te schakelen en een geluidssignaal te laten horen. U kunt nu de besturing overnemen en wegrijden als dat op een veilige manier mogelijk is. Het is belangrijk om u te realiseren dat dit een rijhulpmiddel is en dus geen reden om minder alert te zijn. Kijk altijd goed of de voorgestelde parkeerruimte inderdaad geschikt is en geen obstakels bevat. Zo kan het systeem bijvoorbeeld geen voorwerpen zien die zich in de dode hoek van de sensoren bevinden. Ook is het belangrijk om te weten dat het stuur snel kan ronddraaien tijdens het manoeuvreren. Om die reden mag u uw handen niet in de spaken van het stuur plaatsen en moet u ervoor zorgen dat niets de draaibewegingen van het stuur kan blokkeren. U kunt echter wel op ieder moment de controle weer overnemen en Easy Park Assist onderbreken door het stuur vast te pakken. Of door op de knop P te drukken. Ten slotte is het belangrijk om te weten dat u het systeem niet kunt gebruiken met een aanhangwagen. U kent nu alle voordelen van Easy Park Assist, een functie die is bedoeld om overal en altijd probleemloos in en uit te parkeren, om uw leven net dat beetje gemakkelijker te maken. Veel rijplezier met uw nieuwe Renault Captur.